Ik heb weer die troep van jouw paard op mijn schoenen. Ik ga huilen. Wat zeg ik? Mungo, wat aan mij het zeg. Zo, dat is echt een leuke busje. Ik ga niet, dat is aan dat ik onder de blubber zo. Ik vind het wel lekker. Gewoon het geluid zo. Ook niet dat hij, hij is ook niet onder de indruk van dat water ofzo, maar die fjord, dat zei ze, die ging helemaal aan de klep, die werd helemaal een hoppie van. Mag je nou maar even mee even komen? Nee. Ik denk wanneer gaat het snel overheen, maar dat gaat het zo niet doen. Het is niet zo springen, hè? Ja, alleen als ze paard vertrouwt. En dan begint het zo laag. Dus uiteindelijk zal ze wel een sprongetje gaan maken met het paard dat ze koopt. Maar... Nou, ik had gisteren wel gesprongen, maar... Zaterdag nog wat jullie hadden gekeken, jullie hadden drie paardjes. Ja, op zich. Ja, ze konden ze op allemaal niet verrijden. Ze waren niet van die van de paarden zoals die week ervoor. Maar ja, eentje liep echt met zo best wel omhoog. De vorige keer een beetje moeilijk. Maar nu ging ze in één keer, hè? Ja. Ja, het was zaterdag ook, lukte het af en toe niet in de galop. Ik zeg, ja, maar wat moest je doen? Je gaat eerst op voetbal te sturen, handen naar binnen, ga je doorzitten, dan spring je aan. Nou, dan lukt het eigenlijk bij de meeste paarden wel. Ik heb een balkje neerleggen, of wil ze dat niet? Ik weet niet of ze dat wel. Mam, wil je een balkje? Spoort jullie, denk ik. Jawel, ik hoor wel dat je wat zegt. Ze komt wel. Wil je een balkje? Ze zal lachen. Ze is jong, ze dacht zo wel voetbal vanavond. Nee. Die houdt heel erg van paarden. Mijn stiefmoeder vindt het helemaal niks. Ze zijn stom knollen en het paard doet al het werk. En jij doet niks. Het is geen sport. En je moet maar op een teamsport zoals tennis. En zij zei, wanneer mag ik mee naar Viper? Dan gaat zelfs, ik kan iedere zaterdag om de week dan met mijn andere zusje mee. Dan zet mijn vader ze af. En dan zijn ze met z'n tweeën bezig. Mijn zusje rijden. En zij gaat uitstappen. Oh man, paardrijden is echt zo leuk. En nee, Lieke mag niet. Nou. Als ik later groot ben, dan koop ik zelf een paard. En ik lach nog van binnen, ik vind hem geweldig. Ik zal altijd op jou een paard rijden. Ja, uitstappen kan wel gewoon. Had ik een balkje neergelegd, een keer twee van die balken zag ik elkaar overkeken. Ik zei, wauw, ik moet gesprongen. Toen was 6-6. Oh, mooi zo.
Nou, ik voel me ook heel goed als ik over een balkje heen rijd. Ik wel op de schouder klopt. Gewoon die stappen, dan liep ik ernaast en wauw, ik heb gesprongen. En op een gegeven moment had ik even twee tellen losgelaten. Liep ik wel mee, maar gewoon los. Ik heb nog alleen gesprongen. Oh. Staat op Facebook, ik heb gesprongen op een paard. Nee, dat mag niet. Wedstrijd in zicht. Ah, dat vind ik wel lachen. Een meisje van 6 jaar die helemaal onder de indruk is. Ja, ja, prima, ik leg een balkje voor je neer hoor. Ik wil nemen die van de janken bij de poort van de ingang. Ja, echt. Dan moet ik het beter houden. In galop over het balkje. Ik vind koeien alleen niks. Jij niet? Nou, ik ben er niet bang voor. Ik vind het gewoon lelijke beesten. Hey Betta, je kijkt me wel een beetje op. Oh, gewoon hey Betta. Paula, is niet moe. Die zegt alleen maar moe. Die zegt niet moe. Klaar, maar het is niet lekker. Ik zou voor echt een lekker plek. Leuk, muziek op die camera. Dit is echt jou. Dus we moeten even de video aanspringen. Je plekken allemaal. Wat een bekje hoor. Hey Bertha. Koeien worden helemaal maf als je gaat proberen haaien. Wist je nog dat we die koeien redden? Zie je, ze zijn bang van mensen. Spring nog eens aan. Je moest om 4:15 weg zijn, toch? Ja, ja, het is half. Oh, jullie hebben nog 3 kwartier. Ik weet niet eens hoe lang ik erop ben geweest. Wat is mijn adem, man? Ga ik naast jou gaan springen?
Nou, galopswissel en de andere kant over in galop. Ja, zo even om het te voelen, weet je. Ik kan dan wel straks zeggen van, ik vond hem zus, ik vond hem zo. En dan zegt ze, oh, dat vond ik helemaal niet, weet je. Dan weet ik gewoon dat het gewoon heel eerlijkheidshalve dat het niet aan het paard